Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe film Strange Darling. Ik had deze film gecheckt zonder van tevoren ook maar iets van trailers of zo te kijken. En ik had dus ook geen idee waar die over ging. Maar blijkbaar heeft deze film zich neergezet als een vrij standaard thriller met een final girl die achterna gezeten wordt door een seriemoordenaar. En tot op een bepaalde manier is dat ook wel gewoon wat de film is. Het is alleen dat het kat-en-muisspelletje, het jager en gejaagde hierin, dus wel omgedraaid wordt met een bepaalde twist die ik zeker niet zag aankomen. Ze hebben dus bewust in de marketing en in de trailers ook alle informatie daarover heel erg vaag gehouden. En als je er dus ingaat, dan denk je gewoon dat het een hele simpele opzet heeft. Het verhaal blijft ook wel best wel simpel, alleen het is dus niet precies wat je ervan verwacht. Het wordt ook gewoon op een hele andere manier gepresenteerd dan in de gemiddelde film. Ze vertellen je vanaf het begin dus al dat het verhaal opgedeeld is in 6 chapters. Maar die 6 chapters worden niet op chronologische volgorde verteld. Dus je springt heen en weer op de tijdlijn. En naarmate je dus nieuwe informatie krijgt, krijg je steeds meer een duidelijker beeld van wat er nou precies gebeurd is. Je hebt dus de Lady en de Devil. Dat zijn onze 2 hoofdpersonen. En de Lady die wordt gespeeld door Willa Fitzgerald van de Scream-serie. Ik was nooit echt onder de indruk van haar acteerwerk in die Scream-serie. Maar ik vind dat ze hierin dus zeker wel een sterke performance heeft afgeleverd. En dit is voor haar ook zeker geen makkelijke rol, want er wordt best wel veel van haar gevraagd. En op heel veel momenten in deze film moet ze dus de film ook wel echt dragen. En ze krijgt in deze film dus zeker wel de kans om meer van zichzelf te laten zien dan alleen de Final Girl slachtoffer type wat je ervan verwacht. En wat ze dus eigenlijk ook al speelde in die Scream serie. Het is allemaal begonnen met een kinky one night stand tussen die guy en de lady. Maar het blijkt dus dat er meer aan de hand is tussen die twee dan dat je vanaf het begin al weet. En op bepaalde momenten in de film ga je dus ook afvragen of ze misschien een soort rollenspel aan het doen zijn, maar het blijft dus wel gewoon escaleren naar een steeds meer intense situatie. Ik moet er verder dus ook niks meer over weggeven als het op het plot aankomt, alleen het eindigt dus met een spacend, abstract einde wat ik eigenlijk best wel kon waarderen, maar waarvan ik denk dat het niet voor iedereen gaat werken. Omdat de film Strange Darling heeft, kon je misschien dus ook wel verwachten dat het af en toe een beetje wat meer trippy en spacend zou zijn. En het is dus ook wel geschoten alsof je naar een soort droom zit te kijken of een soort van LSD-trip. En met name dus hoe bepaalde kleuren gepresenteerd worden en hoe fel die kleuren dan zijn, is best wel tof gedaan. En dat geeft dus wel het gevoel dat je in een soort van alternatieve dimensie zit ofzo. En die weirde vibe die matcht dus wel echt het plot en de onverwachte richtingen waar het verhaal naartoe gaat. En aan het einde verlaat je de zaal dus wel echt met de gedachte van wat de fuck heb ik nou allemaal gezien. Net. Maar als je hem eventjes op je laat inzinken, ga je hem denk ik toch steeds meer waarderen. Dat is in ieder geval mijn ervaring met Strange Darling geweest. Dus wat mij betreft is Strange Darling zeker het checken waard. Hij draait nu dus in de bioscoop, maar hij is in bepaalde landen ook al beschikbaar om te huren en te streamen en zo. Dus als je zin hebt in een trippy, spooky film, nu we een beetje in die oktoberperiode zitten, denk ik zeker dat Strange Darling je tijd en moeite waard is. Maar misschien heb je al de kans gehad om Strange Darling te kijken. Laat me dan vooral weten wat jij van deze film vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.